Welkom bij deze videobreak. Mijn naam is Bert Enserink, werkzaam bij Wenso en ik ben hier in de studio met Ted Dinklo, initiatiefnemer van PublicRow. Ja, en vandaag staat als thema of als hoofdvraag van waarom zou ik eigenlijk een veilig guestnetwerk aanbieden aan mijn klanten of als organisatie? En Ted, om maar met de vraag te beginnen van ja, een veilig guestnetwerk, dat klinkt mooi, maar is dat niet de verantwoordelijkheid eigenlijk van de gasten zelf? Als je die verbinding maakt om dat gewoon zelf veilig te doen. Nou ja, vraag 1 is van, vind ik dat ik wifi moet aanbieden aan mijn gasten? Nou, dat vinden heel veel organisaties, vinden dat gewoon dat erbij hoort bij een dienstverlening als mensen hun pand binnenkomen. Ja. Maar de volgende vraag is, van, zou je dat dan veilig moeten doen? Nou, sommige organisaties zeggen, nou, dat is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf die er gebruik van maken. Ze moeten maar zelf een VPN gebruiken. Maar de realiteit is dat heel veel mensen dat gewoon niet doen. En voor je eigen medewerkers zorg er gewoon voor dat ze een veilige verbinding hebben. Nou, dan wil je dat ook, dat voor de mensen die op bezoek komen, dat je daar eigenlijk dezelfde vorm van dienstverlening aanbiedt. Dat die mensen gewoon een veilige verbinding hebben tussen een smartphone of tablet of laptop en het gastenwifi-netwerk, het guestwifi dat je aanbiedt. En doe je dat niet, dan breng je de bezoekers wel eigenlijk in gevaar. Er is gewoon een kans dat ze gehackt worden en dat mensen, waarvan je niet wil, er met hun data van doorgaan. En ook iets, nog eens, als we allemaal toevoegen, Bert, wat we ook zien, is dat als je als organisatie bijvoorbeeld een goed beveiligde omgeving voor je eigen medewerkers aanbiedt en een open wifi, dat heel veel eigen medewerkers ook op het open wifi gaan. Dus het is niet alleen, en dat je daarmee de kans hebt dat ook de eigen bedrijfsdata of kritische data in de verkeerde handen terechtkomt. Ja. Dus eigenlijk zou je als organisatie gewoon geen onveilig wifi moeten aanbieden. Je zou ze überhaupt de mogelijkheid niet moeten bieden. Dat is eigenlijk het statement hier. Ja. En daarbij geldt denk ik dat de weg van de minste weerstand, van als ik als medewerker kan kiezen van wat is net het makkelijkst om in te loggen, die vorm kies ik. Ja. Onafhankelijk wat wordt voorgeschreven en dat is iets wat je in de praktijk tegenkomt. Absoluut, dat komen we in de praktijk tegen. Ja. Ja. Welke vormen van guest access zijn er dan? Of beschikbaar in de markt, zeg maar? En wat zijn er daar dan de voor- of de nadelen van? Nou ja, je hebt natuurlijk, er zijn natuurlijk meerdere vormen. Wat je voor kan kiezen is bijvoorbeeld dat je op je eigen, dat je iedereen een eigen wachtwoord biedt. Dat bijvoorbeeld een dag geldig is. Dat komt heel vaak voor. Waar je ook voor kan kiezen bijvoorbeeld is dat mensen, dat je als organisatie zegt, nou, wij bieden mensen zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Die alleen op onze locatie ter beschikking komt. Ja. Nou, daarnaast heb je natuurlijk de wifi roaming oplossingen die wij bieden als PublicRow. Waarbij wij als PublicRow mensen een gebruikersnaam en wachtwoord geven. Dat voeren ze 1 keer in. En daarna gaan ze dus overal automatisch online waar PublicRow beschikbaar is. Nou, het voordeel van een lokale oplossing dat je het zelf in de hand houdt. Het nadeel daarvan is natuurlijk weer dat het alleen voor je eigen organisatie geldt. En dat je zelf ook verantwoordelijk bent als mensen niet begrijpen. Om te zorgen dat die verbinding tot stand komt. Ja, dus je moet zelf die communicatie verzorgen van hoe ga ik dan inloggen. Dat moet op een gemakkelijke manier gaan, want je wil niet dat je helpdesk daarmee belast. Ja. Maar je zou ook wel voor die accountuitgifte, daar moet je over nadenken op welke manier je dat gaat doen. Ja. En zit er ook natuurlijk een privacy aspect aan. Hè? Want je gaat gegevens registreren van mensen. Ja. Nou, daar moet je wat mee. Dus dat is ook wel, dat kost je gewoon tijd en aandacht. Ja. En het voordeel, en dat is ook van, als je dan kijkt ten opzichte van PublicRow, het voordeel wat wij kunnen bieden, is dat we dat eigenlijk allemaal uit handen nemen. Dus als je eenmaal PublicRow aanbiedt, als toegangsmogelijkheid voor je beveiligde, voor je wifi-netwerk, wij zijn verantwoordelijk voor, of wij zorgen ervoor voor de accountuitgifte. Wij doen ook de hele helpdesk. Dus als mensen vragen hebben, beantwoorden wij al die vragen. Ja. Dus heeft ook helemaal niets, daar hoef je ook geen tijd en aandacht aan te besteden. En wat ook belangrijk is, de hele communicatie rondom PublicRow. Dat mensen weten hoe ze online moeten. Dat wordt ook door ons gedaan. Dus eigenlijk, klinkt dat maar, wij ontzorgen je helemaal. Hè? Als je helemaal aangesloten bent, is er eigenlijk geen omkijken, hoef je er niet meer naar om te kijken. Het is gewoon goed geregeld. Ja, dus dat is een vorm van hoe je kiest voor PublicRow. Dat aanmelden, de hele organisatie erachter, dat nemen jullie uit handen. Dat nemen we allemaal uit aan. Hoe dat aanmelden, wat betekent dat dan voor de gebruiker? Nou, je kan het op, mensen moeten zich 1 keer aanmelden en 1 keer het account activeren. Ja. Kijk, als je kijkt naar die vorige oplossingen uit hadden, bijvoorbeeld een persoonlijk wachtwoord voor iedereen, dat kost iets meer tijd. Dus mensen zijn er over het algemeen 1-2 minuten even mee bezig. Dus het is wat iets is, het kost iets meer tijd dan dan bijvoorbeeld een open wifi. Mm-hmm. Maar daarna is het ook klaar. Want als je het eenmaal gedaan hebt, ga je automatisch overal online. Nou, dat kan.
De meest gebruikte methode die we ook adviseren is dat je de Public Chrome app downloadt. Die hebben we voor iOS of Android. Ja. De andere methode is dat je naar de website publicchrome.nl gaat. Daar vul je je 06-nummer in. Dan krijg je een sms'je met je gebruikersnaam en wachtwoord. Dat kun je daarna invoeren op je laptop of je tablet of je mobiele telefoon. Heb je nog helemaal geen mobiel internet, dat zijn natuurlijk ook mensen, dan kun je ons gewoon een sms'je sturen en dan sturen wij een sms terug met je gebruikersnaam en wachtwoord. Ja. Dus alle vormen, en het is aan degene zelf welke hij of zij het prettigst vindt om een Public Chrome account aan te maken. Ja, dus je kan een app installeren, dat kan iedereen tegenwoordig. Ja. En met het installeren van die app heb ik automatisch toegang tot alle Public Chrome locaties. Ja. Dus dat is vrij gemakkelijk. En je hebt nog twee andere vormen eigenlijk daarachteraan, ja, aan zelfregistratie. Ja. Dus je hebt geen balie of een medewerker nodig, nee, die daarmee belast is. Nee. Dat is mensen hoeven niet naar de balie toe te gaan, mensen hoeven niet naar de medewerker toe te gaan. Ja. Nee. Ja. Nee. En in de implementatiekant, daar had je ook al kort iets over gedeeld, zeg maar. Maar voor een organisatie, is dat ingewikkeld? Nee, onze ervaring tot nu toe is van Public Chrome, dat is denk ik ook een goede opmerking. Public Chrome is onafhankelijk van apparatuur. Dus Public Chrome werkt met alle bestaande wifi-apparatuur. Eigenlijk, ja, zo goed als maar. Als je als organisatie een goed degelijk wifi-netwerk hebt, dan werkt Public Chrome daar gewoon mee samen. Ja. Nou, wat we doen is, we maken een koppeling tussen onze radioserver, zoals dat heet, en jullie wifi-netwerk. En implementatie is over het algemeen is dat een paar minuten is het record tot een paar uur. En dan heb je de koppeling al gemaakt. En dan ga je de SSID, Public Chrome, dus de naam Public Chrome, ga je uitzenden. Ja. En moet een eindgebruiker hier nog voor betalen om daar gebruik van te maken? Of degene die een account aanvraagt, is degene die Public Chrome, de eindgebruiker, voor die is het altijd gratis. Ja. Alleen als je als partij Public Chrome gaat aanbieden, dan betaal je ons een vergoeding om Public Chrome te mogen aanbieden. En ook met die vergoeding kunnen we ook zorgen dat we het netwerk steeds verder uitbreiden. Want hoe meer locaties meedoen, hoe interessanter Public Chrome natuurlijk wordt. Ja, nou, lijkt me duidelijk. Ik hoop dat het duidelijk is geworden wat een veilige vorm van authenticatie is op je netwerk. Nou, met Public Chrome is dat eenvoudig te regelen. Ook wordt de communicatie richting je klanten op een goede manier verzorgd en is het ook makkelijk toepasbaar binnen je organisatie. Wil je hier meer informatie of over in contact komen? Nou, kijk op onze website daarvoor of op publicchrome.nl. En dank voor het kijken.